Allemaal, leuk dat je ook deze week bekijkt. De tip van deze week zou gaan over spontane foto's maken. Nou, spontane foto's, dat omvat alle soorten niet geposeerde, ongedwongen en niet geplande fotografie. Bijvoorbeeld spelende kinderen, een vrouw die verdriet heeft. Of ja, alle andere dingen die je maar kunt bedenken. Nou, het is een leuke manier van foto's maken van mensen terwijl ze met dagelijkse dingen bezig zijn. Je ziet de echte emotie van de mensen. Spontane foto's zijn dus zo mooi omdat ze, ja, ze laten dus de echte emotie van de persoon laten ze zien. En het is niet gespeeld. En het kan natuurlijk alles zijn. Het kan verdriet, humor, ja, noem maar op. Het kan alles zijn. Nou, spontane fotografie is uitdagend. Ja, spontaniteit dat is belangrijker dan technische overwegingen. En het vraagt ook om ervaring. Want je moet dus echt het moment zien te pakken. Wanneer maak ik de foto, wanneer is het juiste moment enzovoort. Dus dat leer je natuurlijk door ervaring, ervaring, ervaring. Observeren mensen eens een tijdje en wacht juist een moment af. Reageer snel en wees alert. Wanneer u alert bent, zit u juist een moment, pakt u die foto, heeft u een geweldige foto. Nou, stel u ook onopvallend op. Hierdoor valt het niet op dat u staat te fotograferen. En ja, hierdoor blijft de foto spontaan. Mensen hebben het niet door. Ja, en u bent gewoon heel scherp. Niet opvallend, dus lekker onopvallend. Nou, loop maar een beetje tussendoor. Een draaischerm is heel erg handig. Hierdoor kun je uit de heup foto's schieten en u hoeft het onderwerp, dus ja, waar u foto van wilt maken, hoeft er niet rechtstreeks aan te kijken. En ja, hierdoor blijft de foto weer spontaan. Nou, wees voorzichtig met fotograferen. Je kan mensen beledigen, bijvoorbeeld mensen die dat niet willen als ze aan het bidden zijn, bewijs van bijvoorbeeld. Of andere dingen, je kan mensen beledigen of mensen zijn het er niet mee eens. Dus als iemand zegt van stop, dit wil ik niet. Wees dan ook zo netjes om gelijk te stoppen en stoppen we ermee, want de spontaniteit is er sowieso al af. Nog twee tips. Oefen met het maken van spontane foto's op je familie. Bijvoorbeeld nou ja, als er lichte zonnen, als ze aan het lezen zijn, als ze televisie kijken zijn. Oefen een beetje. Gewoon lekker onopvallend, een beetje schijnheilig om het zo te zeggen. Maak je foto's en maak er wat leuks van. Nou, als tweede tip, zoek naar mensen die iets aan het doen zijn. Nou, ook al staren ze maar voor zich uit. Ja, zoek. Dat ze iets aan het doen zijn, dat je die emotie kunt pakken. Bijvoorbeeld dat ze aan het lezen zijn, dat ze net die moeilijke blik hebben. Nou, dat is dus de tip van deze week, spontane foto's. Ik hoop dat u iets aan gehad heeft. In ieder geval bedankt voor het kijken. Hopelijk kijk je volgende week weer. Heeft u nog tips op of aanmerken, kunt u gerust een mail sturen naar info@canvascompany.nl. En dan hoop ik dat u volgende week weer kijkt. Tot ziens!